Hoi, dit is Colette van Intuïtief Inzicht. Ik ga een dagvibe doen deze donkere dag. En ik wil beginnen met een wijsheid van het orakel. Want ik heb het gevoel dat die heel erg nodig is vandaag om te openen. Ik ben heel benieuwd. De wijsheid van het orakel voor de dagvibe. Welke kaart laat ons iets zien vandaag? Tijd is vloeibaar, kijk wat resoneert. En niet elke dagvibe kan natuurlijk matchen. Probeer het ook niet passend te maken. Maar onthoud hem gewoon in je achterhoofd. Van hey, wat ik nu meemaak, dat is wat Colette zei in de dagvibe. En luister ook eens dagvibes terug, hè. Wat ik al zei. Tijd is vloeibaar. Oh, hij glijdt zo naar beneden. Prima, dat is hem. Ik ben zo benieuwd. Oh, naar de zee. Kijk eens, een zeven. Zeven is een spiritueel getal. Het staat voor ontwikkeling. Het staat voor wijsheid. Er is hier vast een teken die heel veel zevens ziet. Misschien op je kassabon dat je €7,77 moet afrekenen. Misschien in een kentekenplaat of ergens op een reclamebord. Wauw, er is iemand die met je meekijkt. Probeer het je te laten zien. Even kijken of je dat goed kunt zien. Zie je dat gezicht? Ik heb de lamp aan, maar het is gewoon een hele donkere dag. Er is iemand die met je meekijkt. Ik ga hem voorlezen. Naar de zee. Met de stroom meegaan. Terugkeren naar de bron. Her en erkennen hoe de stukjes in elkaar passen. Een natuurlijk patroon van gebeurtenissen. Wauw, dat is toch mooi? Is het niet heerlijk als je voelt dat je meedrijft op de stroom van het leven? Als gebeurtenissen en omstandigheden moeiteloos ontstaan. Deze kaart herinnert je eraan dat je nu met de stroom mee mag gaan. Surf mee op de golf vol kansen. Die is ontstaan door perfecte omstandigheden. Laat je leiden door vertrouwen en geloof, zodat je als een rivier in de zee van het leven stroomt. De boodschap voor de relatie betekent deze kaart. Er zijn momenten in een relatie wanneer je mag besluiten of je liever met de stroom mee wilt gaan, in plaats van een ander voor te schrijven wat er moet worden gedaan. Kun je de behoefte loslaten om de dingen op jouw manier te doen, in plaats van dat je de relatie zelf, het doel en de wensen die jullie samen hebben, de koers laat bepalen. Kunnen jullie beiden je persoonlijkheid opzij zetten en als partners de relatie een eigen identiteit geven, haar eigen energie? Het is nu tijd om te ontspannen en te kijken waar deze gezamenlijke reis toe leidt. Het doet mij ook een beetje denken aan, hè, hier ben jij, daar is die ander, twee op zichzelf staande personen, individuen. En er is een klein stukje gezamenlijkheid. En om dat kleine stukje gezamenlijkheid gaat het, hè? Waar kun je elkaar in vinden en waar kun je je eigen individu blijven? De boodschap voor voorspoed. Alles lijkt goed uit te pakken wanneer je stopt met vechten en de zee van mogelijkheden tot je laat komen en die je wakker schudt om zo te ontdekken wat je het beste kunt doen en waar je het meest geschikt voor bent. Om dit gevoel te krijgen, mag je je overtuigingen over geld en overvloed nader bekijken. De ware betekenis van je persoonlijke middelen zit in je vaardigheden, je talenten, bevoegdheden en vooral in wat je van binnen gelooft. Alles komt van binnenuit en weerspiegelt zich naar buiten. Wanneer je dankbaar dient,
breng je je voorspoed bewust op één lijn met een hoger bewustzijn. Je kunt wonderen verwachten. Alles wat je nodig hebt zal gemakkelijk naar je toe komen. Wauw. Ja, ik voel hier gewoon heel duidelijk dat het allemaal gaat over meegaan in die stroom. Want als je je ertegen verzet, wie zit je dan eigenlijk het meest dwars? We gaan gauw naar de tea leaves. Welke tea leaves zijn er in deze dag vibe? Kijk eens, er vallen er al twee. Ik wil er nog twee. Ik wil er nog twee. Twee tea leaves voor de dag vibe. Met de stroom meegaan. Kijk eens. Ja, het is er nog eentje meer. Dat is prima. Ik ga eerst hier kijken, want deze kaart die valt me steeds, die trekt naar me toe. Er is hier een jonge vrouw, een jongere vrouw dan jijzelf, of je nou man of een vrouw bent. Er is hier een jongere vrouw, een vrouw die jonger is dan jij. Die zit in jouw energie, die komt in jouw energie. Kijk, ik zou bijna zeggen, zij zit op die boot. Zij zit op die boot. Het kan iemand zijn die jou in die flow brengt. Iemand die eventjes haar handen op je schouders legt van relax, ontspan. Het kan een yogalerares zijn, het kan een meditatielerares zijn, maar het kan ook een collega zijn of gewoon een geliefde of een vriendin. Een vrouw, ja. Het lijkt wel alsof zij een voorbeeld geeft over hoe je dat moet doen. Er is ergens er is een teken die te maken heeft in deze dagvibe met een, met iemand die jou te slim af wilt zijn. Maar tegelijkertijd voelt deze kaart voor mij in deze energie dat je zelf slim mag zijn. Hou je kopje erbij. En dat hoeft niet zozeer te betekenen omdat er iemand op de loer ligt. Maar omdat je wel iets niet over het hoofd moet zien. Kan te maken hebben met een handtekening die je gaat zetten. Kijk nou eens, weer een vrouw. Dit is heel bijzonder. Er zijn hier drie vrouwen. Eén op de boot en hier in de tea leaves. Het is ongelooflijk. Er is hier een vrouw met een donkere huidstint of in ieder geval met donker haar. Eén van de twee. Eén van de twee. Het kan ook dezelfde vrouw zijn. Maar ik heb toch het gevoel dat er meerdere vrouwen zijn. Zit je in een clubje met vrouwen? Een praatgroep, een wandelgroep? Er zijn hier heel duidelijk invloeden van andere vrouwen. Andere vrouwen? Van vrouwen, of je nou een man bent of een vrouw. Als je een man bent, kan het heel goed betekenen dat je enorm aan het twijfelen bent over de keuze die je wil maken. Een man die te maken heeft met twee vrouwen. Bij de een ben je en bij de ander zou je willen zijn. Dat gevoel heb ik hier ook. Er zit ergens ongelooflijk dit, ongelooflijk. Als je een vrouw bent die dit hoort, deze dagvibe, dan kan het zijn dat je met meerdere vrouwen te maken hebt, vriendinnen, maar het kan ook concurrentie betekenen. Ben jij een van hen? Voor een man voel ik heel duidelijk ik voel twist. Het kan een ruzie zijn, het kan een twist zijn, maar het kan ook een conflict zijn in jezelf. Ik ben bij de een en ik wil bij de ander zijn. Of ik wil een keuze moeten maken, maar ik kan niet kiezen. Wees slim, hou je kopje erbij. Wat het ook betekent, weer een beest. Het is ongelooflijk. Vrouwen en dieren, het is ongelooflijk. Het is wat ik net al zei. Het heeft te maken met een keuze. Het kan ook zijn dat je een vrouw bent die dit hoort en dat het gaat over een
relatie met een vrouw, een liefdesrelatie, dat er twee vrouwen zijn. Ik heb heel sterk het gevoel, bij de ene ben je, aan de ander denk je. Of bij de een ben je en bij de ander zou je willen zijn. Kijk, kijk wat resoneert en hoe dat voelt. Ik kan het niet in elke bewoording uitleggen. Zitten er twee vrouwen op je te loeren? Kijk, ze kijken nu allebei richting deze kaart. Ik vind het heel bijzonder. Ik vind het heel bijzonder. Het universum zal het uitwijzen. Maar deze kaart, heel belangrijk, het heeft te maken met seksuele zaken. Oh, is er hier een teken dat zich seksueel aangetrokken voelt tot iemand waarbij je niet bent? Er is nabijheid, er is afstand, er is iemand waarmee je bent en er is iemand waarmee je zou willen zijn. In ieder geval voor seksuele zaken. Dus liggen hier seksuele zaken. Het is ongelooflijk. Ja, en deze kaart. Het is tijd om uit te gaan en plezier te hebben. Voor mij betekent dit de druppel op deze kaarten. En ik ben nog niet klaar, want ik ga zo meteen de andere kaarten trekken. Maar ik vind het heel bijzonder. Er is hier een teken dat ergens vast zit in een stramien. Je zit in een patroon waarbij je het gevoel hebt, er gebeurt niks. Er gebeurt niks. Het is niet spannend. Er is geen reuring. De ander wil misschien niks, is stroef, zit vast, blijft op de bank zitten. Het is een voorspelbare situatie, maar niet in de zin van, hoe zal ik het zeggen? Het voelt niet van, nou, ik weet waar ik aan toe ben, maar want je kunt ook denken van, nou, ik hou het klein. Het is wat saai, maar ik hou het klein en dat voelt goed. Dat is niet wat hier aan de hand is. Er is hier een teken dat te maken heeft met iemand waarmee het niet... Het is niet sprankelend. Het is niet... Het is gewoon niet... Ja, je hebt het gevoel dat je niet leeft. Dat je niet leeft. Deze kaart geeft aan, ga naar buiten. Heb plezier. Misschien dat dat te maken heeft met een ander persoon waar jouw gedachten zijn. Misschien wil je wel wilde seks. Het zijn geen uitingen die ik doe, hè, normaal gesproken. Maar dit is wel wat ik hoor. Het kan zijn dat er hier een teken is die ook inderdaad geen fysieke intimiteit meer heeft met degene waarmee je bent. En dat je daar zo'n behoefte aan hebt, maar dat je daar ook een beeld bij hebt, omdat die persoon waar je aan denkt ook werkelijk bestaat. Een collega, iemand aan het einde van de straat. Het kan iemand zijn die je eigenlijk nooit ziet, maar misschien uit het verleden. En kent uit een ervaring met fysieke intimiteit, dat je gedachten teruggaan naar opwindende periodes, dat je behoefte hebt aan lichamelijk contact en dat het er niet is. Er spelen hier absoluut iets seksueels. Ik heb het gevoel dat dit gaat over verlangen. Verlangen. Er is verlangen. En het verlangen is ergens waar je niet bent. Kijk nou eens. Ja, ze vallen allebei om. Ik moet ze nemen. Er is een verandering van wonen. Oh, en er komt ergens een einde aan. Lieve tekens, ik vind het zo'n beladen dagvibe. Omdat ik voel, net zoals dat deze kaart zegt, er is iets, er is een keuze te maken. Er is hier een verlangen en het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Zo is het. Gaat er hier iemand besluiten om de fysieke intimiteit met iemand anders te krijgen? Omdat er thuis gewoon geen fut in zit. De fut is eruit. Dat is wat ik voel. De fut is eruit. En dat is aan beide kanten. Maar er is wel één van de twee die dat eigenlijk in gang heeft gezet. Waardoor de ander ook geen moeite meer doet. Je weet hoe dat gaat. Dat is de dynamiek die kan ontstaan. En het hoeft helemaal niet te betekenen dat het al een hele lange relatie is waar de fut in is gekomen.
Het lijkt wel alsof de lucht eruit is. Een band waarbij je het ventieltje eruit trekt. Ik hoor het gewoon. De lucht is eruit, de fut is eruit. Er komt een einde aan iets. Er komt een einde aan iets. En ik denk toch dat er hier iemand is die gaat opstaan. Van ik kan dit niet meer. Ik wil leven. Ik wil leven. Ik wil sprankelen. Ik wil vreugde hebben. Ik wil plezier hebben. Ik wil. Ja, ik wil flirten. Flirten. Ik wil het leuk hebben. Het heeft te maken met seks. En het kan te maken hebben, de seks aan de kant waar de fut uit is. Maar het kan ook te maken hebben met de seks aan de andere kant waar je zo naar verlangt. Het een gaat niet zonder het ander. In dit geval, hè, want het kan wel. Het kan ook zijn dat je erbij neerlegt en het laat. Maar er is hier absoluut iemand in deze energie die zo verlangt naar dat fysieke, het leuke, het speelse, de speelsheid. En geen genoegen neemt met het feit dat de fut eruit is. Ik hoor de fut is eruit, de fut is eruit. Er komt een verandering van woonsituatie. Misschien ga je wel besluiten om je koffers te pakken en te kiezen voor die ander. Er liggen hier zoveel mensen. Ik vind het heel bijzonder. Ik pakte net deze kaarten en toen viel de dek met de opgestegen meesters, die viel van tafel op de grond en er bleef er eentje liggen. Ik heb geen idee. Positieve verandering. Ik moet hem jullie laten zien. Alles wat er in de reading gebeurt is echt en niet bewerkt. Dus dit krijg je ook mee. De stapel valt op de grond en deze blijft achter. Ik ben heel benieuwd. Positieve verandering. Ja, er gaat hier iemand een keuze maken. Er komt een einde aan iets. Misschien ga je wel besluiten om iemand erbij te nemen. Het klinkt heel gek, maar het kan. Alles kan. Datgene wat je fijn en goed vindt en wat niet, is veranderd. Je bent situaties ontgroeid die je ooit zeer aanspraken. Dit is een positieve ontwikkeling, een teken van je spirituele groei. Sommige van die situaties zijn vermomde zegeningen, omdat ze je min of meer dwingen om noodzakelijke en positieve veranderingen aan te brengen in je leven. Als meerdere terreinen van je leven tegelijkertijd veranderen en onder je handen lijken weg te smelten, kun je het gevoel hebben dat je over de grens geduwd wordt van waar je je op je gemak voelt en wat je vertrouwd is. Maar het universum staat altijd klaar om je te steunen bij alles wat je vraagt. Laat je zorgen varen en geniet van deze reis die echt een reis ten goede is. Ik wil deze kaart daar ook bij halen. Hè? Letterlijk, laat je zorgen varen. Laat je zorgen varen. Het is ongelooflijk. Iemand die gewoon misschien in het diepe gaat springen. De verdere betekenissen van deze kaart. Stop met dingen uit te stellen en stop met perfectionisme. Verdeel je grote streven in babystapjes. En zet telkens één stapje tegelijk. Omdat de godin van de bergen. De godin van de bergen, die zou dit ook een boodschap kunnen zijn om je eens even terug te trekken in of een reisje te maken naar de bergen. Dat zegt de godin van de bergen, sorry voor de spraakverwarring. Herzie je dagritme of je werkschema en zorg dat je regelmatig tijd besteedt aan je prioriteiten. Wees assertief en zeg nee tegen alles wat je van je pad afleidt. Ik vind het ongelooflijk. Er is hier duidelijk een teken dat in een, nou bijna in een soort tweesprong zit, in een dilemma. Blijf ik en leg ik me erbij neer? Blijf ik, maar ga ik wel op pad en ga ik naar degene waar ik naar verlang? Of ga ik zoeken naar iemand waar ik het verlangen, het seksuele verlangen bevredigd kan krijgen? Of ga ik helemaal weg uit mijn huidige situatie? Deze kaart geeft voor mij aan het He, wat ik al zei, er komt een einde aan iets. Ik denk dat er een einde komt aan jouw gespleten gedachten. Je gaat bedenken hoe je deze
situatie waarin je zit, waar de fut uit is. En het kan ook zijn dat de fut uit jou is, omdat je weet waar je naar verlangt. En dat je kunt ook single zijn en dit bedenken. Hè? Kijk wat resoneert. Dat je denkt van nou, wat ben ik aan het doen met mijn leven? Ik zit hier maar. En er wordt niet aangebeld door iemand. Nee, ik moet de hort op gaan. Ik moet initiatief nemen. Hoe krijg ik mijn verlangen vervuld? Dat is wat hier ligt. Er komt een einde aan een situatie in je hoofd. Er komt een einde aan een periode van stilzitten en niks doen. Nou, lieve tekens, succes!